personeelsleden aangesloten bij de verschillende bonden van het diaconessenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis en van de regionale gezondheidsdienst RGD hebben vanmorgen hun ontevredenheid over diverse issues geuit tijdens een persconferentie. De uitbetaling van de COVID-toelage heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Het te ontvangen bedrag moet ook worden onderbouwd, zegt ondervoorzitter Robbie Narendorp van de C47. Deze drie bonden hebben al een schrijven naar de minister gestuurd waarin men aangeeft dat men niet eens is, één met de hoogte, twee, ingangsdatum en drie, de afdelingen die daarbij betrokken zijn. Dat zijn zaken die eigenlijk in overleg met de directies zouden moeten plaatsvinden. Volgens Petrus Jonas, broeder bij de RGD, is het jammer dat de personeelsleden de waardering niet krijgen die zij verdienen voor al het harde werk dat wordt verricht. Want tot nu toe, wij van de RGD, weten we niet hoeveel we zullen krijgen van de overheid. Er zijn verschillende diensten dat we moeten nu doen. Maar we bellen maar naar onze afdeling, de verplegingafdeling, en die verwijst ons naar finance. En tot nu toe hebben we niet echt een concreet antwoord gehad. Rolando Seder van het Sint Vincentius Ziekenhuis geeft aan dat de regering en directies praten over de waardering voor de frontliners, maar vergeten dat er meer mensen betrokken zijn. Ook het diaconessenhuis die was ingericht om COVID-patiënten op te vangen, is tot op heden niet uitbetaald, zegt verpleegkundige Nancy Westmaas. Dus ik wil de mensen vragen, de autoriteiten, om niet te spelen met deze case, omdat zij niet weten hoeveel wij geven. De sector was al voor COVID in een heel slechte toestand. Met COVID erbij is het een disaster geworden. En dan nog gaat men zo om met ons. Wat ik wil aangeven is dat Volksgezondheid wel duidelijk heeft aangegeven aan de directies dat ze de mensen selecteren voor de COVID-toelage die alleen met de zorg te maken hebben. Wat eigenlijk aan de andere kant niet helemaal juist is, omdat er meerdere ondersteunende groepen zijn die aan de orde komen in het proces. En onze directie heeft wel, naast de zorgverleners, ook de ondersteunende groepen doorgestuurd naar het Volksgezondheid, dat die ook in aanmerking komen voor een COVID-toelage. Maar nogmaals, het is nog steeds niet bekend hoeveel de toelage is en hoeveel dat zal zijn. Dus we zijn nog allemaal wachtende voor de uitkering. Tot zover medewerkers van diverse zorginstellingen. Ze hebben vanmorgen hun misnoegen geuit over het uitblijven van de beloofde COVID-toelage.